De auto rijdt niet. Shit, dit heb ik niet getest. Niet voor jullie, man. Oh, is die voor ons? En mij ook. We zijn onze eigen wielerploeg gestart en gaan voor het hoogst haalbare. En jij kan natuurlijk lid worden door meesterknecht te worden. In de vorige video kregen we levenslessen van wielerlegende Fabian Cancellara. No, pain is temporary. Memories last forever. En ondertussen raken we steeds meer en meer klaar voor onze allereerste koers. Maar amateurwedstrijden blijven nog steeds verboden. René, wat is mijn grootste valkuil als topsporter? Dat ik te veel in mezelf geloof. En daarom leek het mij alvast een goed plan om vooruit te kijken en een gooi te doen naar een startbewijs van de profkoers. De enige echte Amstel Gold Race. Hoe krijg je zo'n wildcard dan? Ja, dat is in het wielrennen nog wel een beetje raar. Dat is best wel een beetje een soort van vriendjespolitiek of zo. Een beetje een wederdienst verlenen. Een beetje vriendjes maken met de organisatie, hè? Maar laat nou net dit weekend de Amstel Gold Race zijn. Die is wel op het lijf geschreven van Josse Westervoel. Nee, lekker veel heuvels, hè? Ja, ik denk dat dit mij wel zou kunnen liggen. Maar dan gaan we dus het lobbycircuit in. Ja, Leo, die ken ik een beetje. Die is daar koersdirecteur. Trouwens, die is 25 jaar. De 25ste keer dat hij dit doet. Nou, wat is het plan dan? Ik ga wel gewoon even rondbellen. Even kijken wat ik kan regelen. Dus jullie alvast gewoon even je tas inpakken. Dan zien we elkaar in Limburg. Vergeet vooral niet te abonneren op ons kanaal, want samen zetten we de fietswereld op zijn kop. Dit is Tour de Tietema Cycling Team. Wat zo doen we hier? We zijn hier, boven op de kouwer. Hier schijnt hij te slapen. Leo. Ah ja. En mijn idee is dus om hier op te gaan zoeken. Ja. En morgen op een 25-jarige jubileum om al het werk uit handen te maken. In de hoop dat we in de toekomst iets goed kunnen krijgen in een wildcard. Ja, ja. Eén probleem, hebben we het zelf nog niet. Pas. Je zou toch zeggen? Hij moet in de buurt zijn. Moet hier toch ergens hij zijn? Hey jongen! Hey, je bent niet te missen hier, hè? Nee, ja. Drukke dag, ik kom net uit de vergadering en dan was het druk. Ja, druk. Kunt u nog wat hulp gebruiken dan? Ik weet niet precies wat je kan of wat je wil. Ja, niet zoveel, maar... Ja, dat is wel eerlijk dan. Ja, maar ik heb twee jongens die heel goed bier kunnen drinken. Ja, die kunnen we dan gewoon aan het werk zetten. Ja, ja. Ik zou zeggen, joh, kom lekker een ontbijtje brengen, dat scheelt mij weer werk. Dan ben ik weer uitgerust. Nou, bedankt. Tot morgen. Goed zo. Muffins, fruit, bakje yoghurt, broodjes, chederans, hagelslag, ontbijtje voor Leo. Oh, nee, dat is niet Leo. Leuke nacht gehad vannacht. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Je ontbijtje. Het is geloof ik volgens mij voor de hele week, of niet? Ja. Kom even binnen. Hebben jullie er zin in? Ja, het was wel een beetje vroeg, hoor. Of was het laat gisteravond? Nee, het was vooral heel vroeg. Ik heb nog wat voor jullie. Je vroeg, kan je nog wat doen? Ja. Want de dames die starten over 10 minuten. Dus hier hebben 3 kaarten, ga ze maar helpen. Dus opschieten. Dus, oké, okay. Nou, succes. Nou, goed. Tot later, hè. Ik ga ontbijten. Bedankt, jongens. Ja, doei doei. Kan ik nog even helpen met wat te doen? Even het podium testen. Ja, dat is stevig genoeg. Sponsoren ook weer tevreden. Zal ik even meehelpen? Ja. Welk? Ja, top. Doorrijden. Wilt u nog koffie? Want anders staat... Nee, ik wens geen koffie. Dankjewel. Hoor. Goedemorgen allemaal. Welkom namens Leo. Ik ben vandaag de assistent. Helemaal uit België gekomen. Bij de UC alles nog goed? Natuurlijk. Ja? Geen boetes geven vandaag. Geen bidonnetjes? Nee, geen grappen. Nou, nee, doe nog niet. Werkt niet. Wat doet Leo nou op zo'n ochtend bij de vrouwenkoers? Nou ja, Leo houdt wel eigenlijk altijd alles in de gaten. Ja? Weet je, ook al staat er maar iets verkeerd of dit of dat, hij ziet alles. Kijk, zie je? Hij is op die moment rustig. Hij is constant bezig, hij is constant bezig. En uiteraard de Europese kampioenen en één van de favorieten voor winst. En ook de burgemeester. Swipe je naar rechts of swipe je naar links? Start is there. 8 minutes to the start. 8 minuten nog. 8 minutes. Van Moersel. Kom op, hè, Leo. Kom op, hè. Kom op. En de
Hey, de auto rijdt niet. Shit, dit heb ik niet getest. Kom op, Leo, kom aan. Jongen. We zijn vertrokken. Maar dit mag niet straks misgaan bij de man, hè? De dameskoers is onderweg. De dameskoers die zetten bijna op. Die gaan zo finishen. Ondertussen komen de eerste ploegen van de mannen komen er ook aan. Eens kijken of we daar nog even een handje kunnen helpen. Hé, maar Bas krijgt allemaal klusjes, hè? Ja, hebben ik ook wat te doen. Ja. Nee, ook. Wij hebben onze handen vrij. Wat kunnen wij doen? Nou ja, er is nou niet zoveel meer te doen, maar als ik nou even uitkom, dan mag je straks even een rondje mee rijden. Maar... Nee. Ja, dat hebben we ook wel hard voor. Ja, ja. Renners komen allemaal één voor één langs, gaan ze zo starten. Maar het loopt allemaal op rolletjes. De wildkaart, die kan niet meer misgaan. Ik ga even testen, is hij al gemaakt? Hé, hey, hij doet het! Ja. Hey, hij heeft hem gefixt. Quinten Hermans, Aimé de Gent en Jan Bakelands namens Intermarché Wanty Gobert. Die mogen van de rechterkant weer van het podium. Moet ik nog voor de organisatie wat foto's maken? Dat is ook wel leuk voor Leo na afloop. Ik krijg dat ding niet scherp, man. Laatste kilometer bij de dames. Oh, wacht! Even. Oh, wacht, hij moet even aan hoor. Even lachen, duimpje omhoog. Voor de organisatie is dit. Ja, top. Succes hè? Marianne Vos gaat winnen. Een goed feestje gaan hier. Wie zou de DJ zijn bij Lattes Verdal? Geen idee, zou Jasper de Buis zijn? Is hier de DJ bij jullie? Tos. Oh, Tos heeft wel muziek smaak. Topfavorieten hier ook, Jacob Vogelsang. Team Astana Premier Tech. Thank you guys, you can go out. Wat zag je dit? Ja. Hoe laat gaan we weg? 4 minuten. 5 over 12 dus. Waarom niet om 12 uur? Dat heeft met de televisieuitzending te maken. Maar YouTube dan? Houden we daar geen rekening mee? Nee. Dat jij weer 5 minuten meer gehad voor de edit, ja, hè? Ja, jammer. Hij komt later online, mensen. Sorry. Ik hoop wel dat ze die auto goed geschakeld hebben. Minuutje nog. Minuutje tot start. Volgens mij was het goed gedaan. Ja, voor mij ook. Zeg maar, als wij mogen starten, hè? Waar ergens zou jij een beetje positioneren? Achterin. Achterin? Ik hoef niet zo hard te trappen. Ja, dat is wel beter, ja. Kom maar jongens. Oh, mondkapjes weggooien. Ja, gooi maar weg, gooi maar weg. Oh, oh, oh. Het zijn er wel veel. Ja, Devin en Jos zijn ook wel druk bezig. Hey jongens, goed bezig hoor. Ik vind dat je wel heel nuttig bent, Bas. Dankjewel. Kijk, verzorger van dienst. Oh, dit is lekker. Dat is goed. Ja, niet voor jullie, maar... Oh, is die voor ons? Nee. Leo krijgt dus straks koffie, fly, spekjes en wafels. Ik weet niet hoeveel honger hij heeft. Dat heb je hem gezien. Hier, kijk eens even. We hadden geen 2 kersen meer, maar jullie roezeltje maar... Wat een service. Ja, dankjewel. Leo, kunnen wij dit rondje instappen op de volgende? Ja, natuurlijk. Jullie moeten instappen. Ja. Hey, Leo, het is natuurlijk jouw 25e jaar en we wisten dat er maar één ding was waarmee je echt heel blij konden maken. Spekjes. Ja, wij zijn geen snoepers hoor, maar... Nee. Is die fly al op trouwens? Ja, ze heen is fly. Of je moet zelfs haring eten. Gezondheid, de man. Ja. Hey, we gaan even toasten. Ja, dokter, ons zeker gewoon naar de muur gooien. Wie is dat berichtje, Leo? Lee Towers. Er is een antenne die helemaal plat ligt. Wat zeg je nou? Er is een antenne die helemaal plat ligt. Aan deze kant. Succes Devin. We hadden eigenlijk alles hier. Oh, we zitten al los. Zo, antenne weer recht. Is er nog iets waardoor we jouw dag echt helemaal compleet kunnen maken? Ja, dat iedereen veilig aan de finish komt, maar daar kunnen jullie niks aan doen. Nee, daar kunnen we niks aan doen. Een lekker biertje. Een lekker biertje? Wat, een lekker biertje? Nee, ik drink geen bier. Ja, ik ook niet, maar een raadler vind ik wel lekker. Leo, onwijs bedankt hè. Walter, kunnen wij jou nog verwennen met een... Belgische wafel. Wafel en een wafel. Ja, tuurlijk. Oh. Oké. Okay. Dat is altijd... Ja. Mars je dan ook nog maar? Ja. Oh, ja. Ja. Nou, we hebben hem nog wel wafeltje. Succes hè.
We staan bij de finish. De laatste kilometers gaan ze in. Nog 17 kilometer. Ik ga nu even de laatste dingen klaarmaken. Dat alles tiptop geregeld is voor het podium. En hier gaat de winnaar zitten. Even testen. Zit wel lekker hoor. Maar moet wel schoon zijn natuurlijk. Even alles recht zetten. Hier moet de winnaar. Deze is voor de strijdlustigste renner. Die vandaag de koers heeft gemaakt. De Herman Krot trofee. Ja, dat is helemaal goed. En dan de biertjes natuurlijk. Oké, dit is goed. Voor de alle drie de renners op het podium. Die moeten natuurlijk dicht blijven in verband met de dopingcontrole. Voor de nummer 2. Ja. Deze moet goed staan. En dan de trofee. Is voor de winnaar. Het is nog 1 kilometer. Chaos begint toe te nemen, ook al zijn er weinig mensen. Wie gaat er winnen? Bout, Schachman of Pitcock? Daar komen ze met z'n drieën. De laatste 300 meter. Pitcock. Pitcock. Het is Bout. Oeh, wie wint hem? Wie wint hem? Foto finish. Wie wint hem? Bout volgens mij. Wie wint hem? Nou. Nou, dit is vrij kort. Wout van Aert. Oh, wat een chaos. Zo, nog steeds niet gewonnen. Ze weten dus niet wie er gewonnen heeft. Is het Wout van Aert of is het Pitcock? Ze hebben nu net in het VAR hokje hebben ze gekeken en ik zag in één keer Leo wegrennen. Maar ik weet het zelf dus ook nog niet. Is het Wout of is het Pitcock? Zullen we ze gewoon vragen? Richard, is hier een beeld van de fotofinish? Publiceer hem later. Want het is zo close. 4000ste. Dat is geen makkelijke beslissing. Wout van Aert wint dus de Amstel Gold Race met 4000ste verschil. Dat is. De wielerwedstrijd van 200 kilometer beslist op 4000ste. De winner van de 55th Amstel Gold Race, Wout van Aert. Ja. Die stoeltjes die zitten lekker, hè? Ik heb een bestellingje. Ja. Nou, Leo wilde raden. Voor Ineos Grenadiers Kok. Nou jongens, nu kunnen jullie eindelijk laten zien dat jullie net zo goed zijn als de winnaar van de Amstel Gold Race. Wout van Aert! En Max Kudjan, die vraagt het dan, mag ik een slotje maken? Dat kan uiteraard. Het overheerlijke Amstel Gold Race. Komt-ie, nu. Kom op, hè. 3, 2, 1. Ja. Oh. We hebben de winnaar. Tweede, Maximilian Schachman. Derde, Devin van der Wiel. Wout van Aert, vierde. Pitcock, did not finish. Oh, dit foto. Jij wint. Ik wil wel met Schachman naar het Oktoberfest, hoor. Die kan er wel wat van drinken. Daar geef je een keeltje van. Een beetje naar voren staan. Mooi, hè? Ja, doen we. Oké, Amstel Gold Race Ladies Edition. Trimas! Jullie komen er wel uit zo, hè, denk ik. Succes, hè. Groetjes. Nou. Hij zit er weer op. Het was een geweldige dag. Ja, en we hebben al goed geholpen vandaag, denk ik. Hè? Ja, goed verzorgd. Ik was ook veel relaxer dan altijd. Ja? Er zit wel een paar coronakilootjes. Ja, maar dat gebeurt ook wel. Dus dat kan er best over komen. En wij elkaar. Maar een hele bijzondere. Het is weliswaar dit jaar nog voor de tourversie in september. Oh. En wij elkaar. Voor de tourversie. Ja, precies. Ja. Dus die hebben we nu te pakken. Oké. Okay. Nou, top. Ja, super. Bedankt Leo. En nou ga ik een biertje drinken. Fijn. Ja, doe een beetje mee. Wat doe je nog? Nou, duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Doei. Doei. Laat even in de comments weten of Devin en Josse betere wielrenners of bierdrinkers zijn. Jongens, moeten ze meer gaan fietsen, man. Idioten.